Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Vandaag In. Vandaag zit ik naast Amador en wij gaan het hebben over het jaar 2013. Om precies te zijn, 23 mei 2013. En waarom? Waarom? Omdat we... We voelen het zelf goed. Ik heb mijn steen ook niet om, maar... kan niet uitleggen. Maar oh, daar is ik helemaal naar waar. Het is helemaal kut. Gooi die intro er maar in. Mijn eerste reactie voor 23 mei is denk ik dat iedereen die toen bij Gamesnet zat, of ontslagen was bij hun eigen werk, of gewoon heel veel tijd over had. Want er staan echt bizar veel nieuwtjes op. Nou, dat is gelijk al goed. En het is natuurlijk nu voor het eerst dan gewoon eentje die niet heel, heel lang geleden is. Het is inmiddels alweer 5 jaar geleden, maar goed, we hebben het alleen nog maar gehad over 2008. Ja. 2001. Net in de wieg, zeg maar. Ik was toen oprecht 3 bij een paar van afleveringen. Nee, maar ik was al bejaard. Even kijken. Eerste nieuwtje, let's go. Ja, ik zie er heel veel, maar je heeft een aantal keer wat dingen gezegd. Dus die wil ik eigenlijk als eerste pakken. Ja, is goed. Allereerste nieuwtje door Leon Staugi, die nog steeds bij ons zit. Leon Staugi, shout-out. EA en dan Disney benaderden ons voor Star Wars licentie. En toen begon al het gezeik. Dat is the beginning of the end. Disney benaderde ons voor de Star Wars licentie. Ja, nou... Mocht je het niet weten, dan heb je echt onder een steen geleefd. Maar Star Wars Battlefront 2, een game uitgegeven door EA, kampt... Top game. Ja, het is belaagd door media en fans. Omdat er zogeheten lootboxes in zouden zitten. Waar je bepaalde items voor kon krijgen. En het is eigenlijk een beetje pay-to-win-achtig. Wat natuurlijk echt niet kan voor een spel van €60. Gewoon een AAA-game. Kijk, pay-to-win bij een of andere free online toestand. Dat wordt nog wel eens vergeven. Maar bij dit kon het echt niet. Nee, dit is echt ontploft. Wow, en wat staat hier allemaal bij? EA zag dit als een buitenkantje. Aangezien Star Wars games historisch gezien op behoorlijk wat populariteit kunnen rekenen. Wauw, en dit is 23 mei 2013, 5 jaar geleden. Toen begon al het gezeik. En er staat ook even kijken. Historically it's been a very strong franchise. Ze praat dan in het verleden. Historically, toen was sterk. Toen was het leuk, ja. En nu is het gewoon super kut. Disney heeft dus zelf EA aangesproken van joh, wij willen met jullie aan de gang. Omdat BioWare heeft zich de afgelopen jaar met The Old Republic mee bezig gehouden. En ze dachten van 1 en 1 is 2. Ja. Superleuk hadden we. En heel eerlijk gezegd, in 2013 op zich is EA niet een hele slechte keuze geweest voor Disney toen het hè. Want EA heeft natuurlijk over de loop der jaren hebben ze werkzaam met DICE, die heel goed zijn in online shooters. Precies. Die hebben ook Battlefront 1 gemaakt, wat gewoon wel een hele goede game was. Ze hebben natuurlijk inderdaad, BioWare, van Mass Effect. Nou, het hele goede Dragon Age Inquisition. Het hele goede Dragon Age Inquisition. De laatste goede EA games een beetje. Visceral Games, dat is nog een ontwikkelaar die onderin zit. Die ook, die heeft dan Battlefield Hardline gemaakt, wel iets minder. Maar goed, die gingen zich dan focussen op een singleplayer Star Wars game. Die is ondertussen ook al overleden. Ja, helaas wel. Het is allemaal bergafwaarts gegaan, maar in 2013 is dit helemaal geen rare zet van Disney. En kun je nagaan wat de positie van EA toen was, dat Disney jou benadert voor een Star Wars licentie. Dat zegt al wel wat. Ja, wat is dat fout gegaan in 5 jaar, zeg? Dat is heel erg fout gegaan. Ja, maar Battlefront 1, vergeet ook heel veel mensen, dat er ook heel veel kritiek op was geweest. Maar dat zo weinig was. Het was dus alleen multiplayer. Je had, ik denk 6 modi en dat was het een beetje. Er zat geen singleplayer in. Nee. Het was oprecht wel, het speelde wel lekker, het was oprecht leuk, er zat ook niet zo'n gekke lootbox systeem in. Maar ook die game werd al niet heel erg hartelijk ontvangen. Daar ging het misschien al een beetje, die was ook al wel een stuk commerciëler opgezet. En Star Wars heeft natuurlijk wel een aantal facetten die best wel commercieel zijn dus in qua merchandise en zo. Maar voor de gamer was dit toch wel echt een bruggetje te ver. Ja. Maar goed, let's take a look, het volgende nieuwtje. Ja. Ba-ba-ba-ba-ba. Als we het dan hebben over dingen wat heel veelbelovend klonk 5 jaar geleden. Wow, als 5 jaar geleden nog cool was. Ja, 2013 was zo leuk. Ja, toen was alles nog... Obama nog. Destiny krijgt vandaag een CG-trailer, E3 onthulling bevestigd. Destiny. In 2013 was de E3, die werd dan ondertussen al wel weer in juni gehouden. Eerst was het mei. Destiny werd 5 jaar geleden echt aangekondigd, of een beetje geteased als de multiplayer shooter MMO. Ja, het was heel... Fusion, wat het eigenlijk had moeten worden. Maar Destiny vind ik persoonlijk zo'n game die met vele andere games heel erg soort van geleden heeft, I guess, onder new gen hype.
Ik vind Destiny echt zo'n game. We wisten niet precies wat het ging zijn. We zagen gameplay. Was eigenlijk niet eens per se, vond ik persoonlijk heel indrukwekkend. Maar omdat er in 2013 gewoon een nieuwe generatie consoles was. Eind dat jaar zouden de generatie hier uitkomen. Dan ben je gewoon blij met elke game. En alles ziet er nieuw uit. En alles ziet er mooier uit. En alles denk je, oh, dat is een Xbox One game. Dat kan je zo erg zien. Dat is echt een PlayStation 4 game. Oh, zo mooi. Oh, dat is wel ja, en dat had ik een beetje het idee met Destiny. Dat hij daardoor heel erg op een voetstuk is gezet. Terwijl... Persoonlijk vind ik, ja, een slecht spel is het zeker niet. Nee, zeker niet. Ik vind het niet... echt bizar veel uren in één zitten. Want ja. Grinden vond ik toen nog leuk, blijkbaar. Ja, nee, ja, het is inderdaad wel echt heel veel grinden. Het is best wel in die zin niet heel uniek per se. Maar het is ja, geen slechte game, zeker het niet. Het is zeker geen slechte game. Ik weet nog toen dit onthuld werd inderdaad. En het was wel veel hype omtrent CG-trailers, gameplay-trailers. Van, oh, Destiny was... Het een nieuwe IP... tijdens de release van de nieuwe generatie. Dus er was echt gelijk al een buzz van... oké, dit wordt een nieuwe... Dit wordt de nieuwe, standaard, dachten heel veel mensen. Ja. En ja, Destiny had echt een enorme hype. Ik weet ook echt dat er zoveel mensen de eerste week in die game gesprongen zijn. Ja. Activision had ook, moeten ze ook even toegegeven worden... de service zo goed op orde. Want ja, over het algemeen bij online games... Als iedereen tegelijk online gaat... dan kan je 2 weken wachten totdat de service weer online gaat. Zeker. En dat was bij Destiny zo goed geregeld... dat Activision wist dat ze die hype moesten gaan uitmelken. Dat ze moesten die hype gewoon waarmaken. Ja, bizar. En qua service lukte dat wel... maar uiteindelijk het verhaal en de game... bleek toch allemaal niet zo wat ze hadden beloofd. En net het tweede deel, ja... Ook te vergelijkbaar. Ik wil het er eigenlijk helemaal niet op hebben. zullen we er nog 2 doen? Zullen we nog 2 doen? Even kijken. Ik zie nog allemaal dingetjes. Ik zie HD Remake, Far Cry. Ja, je moet even begrijpen, dit is de eerste keer dat we naar een relatief recent jaar gaan. Dus we hebben echt heel veel nieuwtjes om uit te kiezen. Nou, ik vind deze wel heel mooi, omdat er nog steeds niks van bekend is. Ja, gooi maar. Dat zullen we die pakken? Ja. Want, 5 jaar geleden is dit ondertussen al, hè? Crackdown 3 verschijnt mogelijk op de Xbox One. Mogelijk, hè? Mogelijk. Wow. En dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Nee, misschien dat hij zelfs wel gewoon naar de fucking Xbox 2. 2.5. Of weet ik veel wat het wordt. Ja, want voor de mensen die weten, Crackdown is een best wel gerenommeerd bekend Xbox exclusive game. Heeft de eerste 2 delen hebben best wel goed gedaan. Was oké, was leuk. Ja, en Crackdown 3... dat is een beetje de Half-Life 3, zeg maar. Dat is helemaal gehyped en iedereen had er helemaal zin in dat die zou komen. Er is volgens mij wel wat gameplay laten zien. Dat was voor mij een jaartje later, dacht ik. Maar... ja, het was in ieder geval best wel vaag. Het is nu ook nu weer heel stil om die game heen. Er is ook zelfs nog een demo geweest van Microsoft... waarin ze cloud computing aan laten zien. Waarin ze lieten zien hoe je... ja, dat een deel van, deel van het rekenwerk of een deel van de rekenkracht... Ja, via de cloud dan werd gedaan in combinatie met je server. Xbox. Ja, want de Xbox had relatief slechtere hardware dan de PlayStation in eerste instantie. Ja. En überhaupt was de Xbox One gewoon niet zo indrukwekkend als de 360 was voor zijn tijd. Dus was het naar gerucht het idee dat die cloud computing dat zou oplossen... en dat Crackdown 3 daarop zou draaien. En dat Crackdown 3 dus ook hele skyscrapers naar beneden kon halen. En dat die Xbox One dat gewoon kon draaien door die cloud computing. Ja, Crackdown die is toch voor heel veel dingetjes even een keer uit de kast gehaald. Toen kwam vorig jaar in één keer Terry Crews om de boel weer bij elkaar te schreeuwen. Yep. En sinds die trailer zijn ze weer weg. En Het is echt heel bizar, maar het is gewoon, wat ik zeg, een beetje de Half-Life 3 geworden. Alleen is deze dan wel officieel aangekondigd. Ja, deze bestaat gewoon. Ja, maar het is nog steeds wel echt een beetje een meme voor Xbox van waar blijft in godesnaam die game. Ja, en überhaupt een leuke game. Oh, ja, sorry. Ik wist niet dat gevoelig lag bij jou. Nee, dat valt wel mee. Ja. Dan nog één laatste. Ja, even kijken. Ja, zullen we met EA ook eindigen over dat ze echt helemaal gestoord zijn geworden sinds die dag? Ja, daar eindigen we dan maar mee. Dat is de beer EA, die beweert hier... Xbox One en PlayStation 4 lopen generatie voor... op high-end. Op high-end PC's. En dat zeiden ze in 2013. Ja. En toen waren ze... volgens mij wel uit de doeken gedaan, de nieuwe consoles. Alleen ze waren nog niet uit tijdens dit tijdstip. Dus... Als het goed is, het einde van 2013 kwam de PlayStation 4 uit. Ja. Dus in principe wisten ze al wat erin zat. Wat erop ging draaien. Dus er heeft iemand die waarschijnlijk onder invloed was... gezegd dat die 2 consoles dus sterker waren dan een high-end PC. Dat ze een generatie voorlopen. Nou, we weten inmiddels... Nee hoor, dat is niet waar. Valt wel mee. Dat valt echt wel mee. En zeker omdat nu...
Wat je gewoon heel erg merkte is, wat is dat, dat heb ik al eerder aangehaald in de podcast. De Xbox One X en de PlayStation 4 Pro zijn deze generaties Kinect en PlayStation Move. Vorige generatie was de hardware een stuk indrukwekkender, waardoor ze oprecht 8 jaar met de hardware konden doen. Alleen na 4,5, 5 jaar is een gamer gewoon moe van een console. Dus moet je hem re-uppen met nieuwe hardware. Nou, vorige generatie hebben ze Kinect en PlayStation Move in onze strot gedouwd. Zeker Microsoft. Oh, en dat ging goed. Oh, kennen jullie Kinect nog? Ja, god. En, hoe lang heeft dat geduurd? Ja, dat is op een gegeven moment helemaal uitgefaseerd. En nu is dat natuurlijk dan, oké, ja, dit is gewoon niet waar geweest helaas. Na 4,5, 5 jaar lopen de Xbox One en de PlayStation 4 gewoon echt nog best wel een stukje achter. Ja, wat ik ook mooi vind is dat ze hier dan ook nog erbij hebben gezet. Wat dus ook ondertussen wordt ontkracht, in ieder geval vanuit Sony's kant. De technologische capaciteiten voor de next-gen consoles van Sony en Microsoft belooft daarnaast ook interessante mogelijkheden voor crossplay. Wauw. Dus ja, tussen Windows 10 en Xbox One. Ja, waarschijnlijk wel. Want ik weet niet of ze toen, of EA toen ook even met PlayStation gepraat had, want die zien er dus echt totaal geen hel in om dat te doen met Microsoft. Nee, maar voor PlayStation is het ook helemaal niet nuttig. Dat zie je elke generatie. Er moet één verliezer zijn en die verliezer die doet er alles aan om weer een beetje op de been te komen. Ja, die doen ook van alles aan om een beetje een soort van offensief, een beetje charme-offensiefje. Ja. Dat een Phil Spencer dan zegt van ja, maar wij willen wel heel graag samenwerken als superleuk. Alle gamers in één groep. Ja, omdat leuk. Gewoon 1 op de 7 consoles in Nederland is een Xbox en 6 op de 7 consoles. Voor elke Xbox zijn er 6 PlayStation. Ja, zoiets. Dat is gewoon een statistiek, klopt. Ja, en dan zo gooit Phil Spencer gooit er dan af en toe dan eventjes zo'n charme of ook crossplay. Oh, dat zullen we echt aanmoedigen. Oh, wat zou dat vet zijn. Ja, en dat is ook hartstikke logisch. technisch is logisch, maar toen de tijd, de technologie voor crossplay, tuurlijk is die er. Allebei hebben nu betaalde online services. Die services die kunnen dat allemaal makkelijk hebben. En zo moeilijk kan het ook niet wezen. Want ze hebben vorig jaar was er een game per ongeluk crossplay gegaan. Ik weet niet meer wat er was. Ja, het is gewoon echt puur... Fortnite was dat volgens mij. Oh, moest ik nog pakken zeggen? Fortnite. Dat kan niet in de tags. Maar dat is echt daadwerkelijk voor mij Fortnite geweest. Is dat ze per ongeluk een uur lang crossplay hebben aangezet tussen PlayStation 4 en Xbox One. Dat was een storing. Ja, maar je hebt natuurlijk het PlayStation Network en het Xbox Network, maar dat zijn in principe ook gewoon servers. Het zou kunnen, maar voor Sony inderdaad gewoon niet rendabel. Ja, precies. Maar goed, 2013, dat was hem een beetje. Gek jaar, EA, allemaal dingen aan het roepen. Het begin van het einde van EA. Wat hebben we nog meer gezien? Consoles die voorlopen op PC's, wat helemaal niet waar is. Hype rondom Destiny, wat uiteindelijk helemaal niks is geworden. En het begin van het einde met Star Wars. Het begin van het einde omtrent Star Wars. Nou, en nu onthoud die datum, 23 mei. Ja, dat is dus vandaag als je kijkt, is het precies 5 jaar geleden. En misschien dat morgen dan EA wel heel symbolisch uit de doeken doet dat ze de licentie kwijt zijn. Je weet het niet. Of gewoon failliet zijn. Nee, nou, jongens, bedankt voor het kijken. En tot volgende week bij Vandaag In. Laat even in de reactie weten welk jaar jij volgende week zou willen zien. Ja. Misschien is dat je geboortejaar, het jaar dat je bent begonnen met gamen, het jaar dat je bij Gamersnet kwam. Of een ander jaar dat je iets bijzonders hebt meegemaakt en wil weten wat er toen gebeurde in de wonderenwereld van de games. Dankjewel, Amador. Dankjewel, Salim. En ik zie jullie volgende week.